Zora is zwanger. Wat kan Zora doen? Dit zijn Zora en Samir. Ze krijgen een baby. Zora is blij, maar ook een beetje bang. Ze weet niet zoveel over baby's. Zora weet ook niet hoe het straks gaat met bevallen. Zora kent niet veel mensen die ook een baby krijgen. Soms heeft Zora pijn in haar rug. Zora wil dat de pijn weggaat. Zora is blij dat haar moeder soms komt helpen. Ze zegt dat ze er met de verloskundige over moet praten. Misschien kan de verloskundige Zora helpen. De verloskundige vraagt aan Zora hoe het gaat. Zora zegt dat ze pijn heeft in haar rug. De verloskundige zegt dat Zora naar een cursus kan gaan. In de cursus krijgt ze oefeningen die helpen tegen de rugpijn. Ze vinden een leuke cursus voor Zora. De verloskundige helpt Zora met het invullen van haar naam en adres. Vanavond begint de cursus van Zora. Ze vindt het spannend. Het is heel leuk om andere zwangere vrouwen te zien. De juf vertelt wat ze kunnen doen om minder pijn te hebben. Zora is blij dat de juf haar helpt. Ze leert hoe ze moet bevallen en dat ze niet bang hoeft te zijn. In de groep zitten 8 vrouwen. Ze zijn allemaal 6 maanden zwanger. Ze leren veel van elkaar en lachen samen. Soms ziet Zora de andere vrouwen op de markt en praten ze over hun zwangerschap. Ze vertellen over spulletjes die ze voor de baby kopen. Ze gaan samen thee drinken. Bij de volgende les mogen de vrouwen iemand meenemen. Zora neemt Samir mee. Sommige vrouwen komen samen met een vriendin of hun moeder. Samir leert dat hij Zora kan helpen bij de bevalling. Zora en Samir vinden het fijn om samen te oefenen. Ze zijn niet meer bang voor de bevalling. Zora heeft pijn in haar buik. Het zijn weeën. Zora weet hoe ze moet ademen. Dat heeft ze geleerd in de cursus. Samir kijkt hoeveel minuten er tussen de weeën zit. Hij belt de verloskundige. Zij komt en zegt dat ze naar het ziekenhuis mogen. De baby wordt bijna geboren. Zora denkt aan wat ze heeft geleerd. Door de cursus kan ze rustig blijven. Samir en haar moeder helpen Zora. De verloskundige zegt dat het heel goed gaat. Zora doet wat de verloskundige zegt. De baby is geboren. Zora heeft het goed gedaan. Samir is trots op Zora. Zora voelt zich goed en de baby is gezond. Zora's moeder is blij. Ze is oma geworden. Zora gaat met de baby terug naar de cursus. Zora ziet de vrouwen van de cursus met hun baby's. Het is leuk om alle baby's te zien. Ze praten over de bevalling. Van de juf leren ze sterke spieren te krijgen. Zora is blij dat ze nieuwe vriendinnen heeft. Ben je zwanger? Wil je net als Zora ook gezellig zwangere vrouwen leren kennen? Geef je dan op voor een cursus in jouw buurt.